De begroting van Waterschap Rivierenland over 2020 is vastgesteld. De waterschapheffingen stijgen gemiddeld met 5,6%. De stijging is naast een prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende schoon water in het rivierengebied. In Altena gaat een gemiddeld gezin met een huurwoning in 2020 in totaal circa 275 euro betalen. Een gemiddeld gezin met een eigen woning met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt in 2020 in totaal circa 387 euro aan waterschapslasten. Het Waterschap Revierenland doet in de gemeente Altena het waterbeheer, het onderhoud van dijken en boezemkade. Bestrijding van muskus en beverratten, vaarwegbeheer en zuivert het afvalwater.